Nog 100 meter. De start is gevallen voor de laatste van vandaag en Kazari snelt naar de leiding. En dat gaat ten koste van de twee, dat is Axel Cartouche aan de binnenzijde. Zit ook nog daartussen Angie Meadow en die kan het mooie plekje krijgen op de rug van de koploper. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Rond de huizen komt Dinant Confital naar voren. Die gaat vermoedelijk het spoor naast de koploper krijgen. Als hem dat althans gegund wordt, want Axel Cartouche die rijdt daar in het tweede spoor ook nog altijd mee. En Jaap van Rijn die gaat iets heel aparts doen. Hij gaat afgeven aan Axel Cartouche. Nou, eens kijken hoe dat uitpakt. Daar neem ik dan een goede start gehad vanuit het tweede gelid. En die komt nu ruggetje dode spoor mee naar voren. En dat is een mooie uitgangspositie voor Rick Wester in de Westlandse kleuren van de heer Aleman. Paarden komen 2-2 in de rechte lijn. Straks nog 2 volledige rondes te gaan. En een gigant van een outsider mag hier even het tempo bepalen. En dat is paard nummer 2, Axel Cartouche. Halve lengte daar schuin naast Dinant Confital. Aan de binnenzijde Kazari. Van Rijn kijkt naar rechts en vraagt zich ongetwijfeld af wat nu. Aan de buitenkant daarnaast Dynamic Transair en daarachter volgt dan aan de buitenzijde de 1. En dat is Angie Meadow. Ook Kees Sijp ligt op een plekje waar hij nog nooit van zijn leven gelegen heeft. Laat staan met nummer 6 aan de reling. En dat zou wel eens heel interessant uit kunnen pakken. Achter deze Yokohama S volgt dan het nummer 7 van Blackie Blue. En achter Blackie Blue is er ook aansluiting voor Chubby Bobber. Dat zijn alle paarden als we dan halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn. En het is op dit moment Dennis Minema die toch wel heel tevreden lijkt met zijn plekje naast de koploper. De grote sterke Dinant Confital lijkt op het punt te staan om zo dadelijk zijn genadeklap uit te delen. Maar hij heeft wel een paard in zijn rug waar hij er nooit nog gerust kan zijn. En dat is paard nummer 8 Dynamic Transair. Maar eentje die gaat er van zijn leven niet meer uitkomen. En dat is Kazari. Daarachter komt dan aan de buitenzijde naar voren het nummer 1 van Angie Meadow. Aan de binnenzijde Yokohama. Daarachter Ruud en Blackie Blue. En aansluiting is er nog voor Chubby Bobber. Hé, daar is de leiding overgenomen. En daar vindt Kazari toch zijn ruimte. Kazari heeft Jaap van Rijn heeft dan een klein gaatje genoeg. En hij is naar het tweede spoor gegaan. En gaat in de achtervolging op het paard voor hem. En dat is Dynamic Transair. Maar Minema gaat er zeker niet op wachten. En rond de huizen komt er ook nog eens Angie Meadow naar voren. En we zijn inmiddels aan de overkant van de baan. En we hebben hier een tweestrijd tussen Dinant Confital. En aan de buitenzijde een fel attackerende Dynamic Transair. Aan de buitenzijde loopt Angie Meadow een sterke koers. Kazari aan de binnenkant. Hij gaat nu zijn geluk toch nog een keer binnendoor beproeven. En aan de buitenzijde komt zo langzamerhand ook drie dik nog een aanval van Chubby Bobber. Blackie Blue bit voor ruimte binnendoor. Maar het lijkt dan toch een strijd te gaan worden tussen aan de binnenzijde Dinant Confital en aan de buitenzijde Dynamic Transair. Of kan het toch nog met Kazari? Die nu vrijkomt en afgeschoten wordt. We komen in de laatste rechte lijn. Dinant Confital heeft de leiding. Dynamic Transair Kazari met grote stappen aan de buitenkant. Oh, het zou wel een overwinning zijn hoor als het lukt, maar het lukt net niet. De 4 is de winnaar voor de 3, dan de 8 en dan de 7. En dat is voorlopig. Bedankt voor de goede samenwerking, comité. We hebben groen licht voor de winnaars. Dinant Confital, 5 jaar deze Vosruin. Titus Boko uit Lillian's Love BR. Gefokt door de heer Molhoek. Altijd trots als zijn fokproducten erbij zijn. En Spangenhoef is de eigenaar. Bas Krebas, de trainer. Dennis Minema, de winnende rijder. Achter deze nummer 4, Dinant Confital. En daar is de winnaar. Die zit nog vol dadendrang. Dennis, we gaan het kort houden. Ja, voor jou de bloemen in ieder geval. En de zoenen. En het werd uiteindelijk een vrij tactisch koersje, waarbij je denk ik het kon afstemmen op de positie van Jaap. Ja, nee, eigenlijk stiekem wel de verwachting dat we Jaap konden kloppen. Maar ik had verwacht dat Jaap de kop zou nemen en zou houden. Maar ja, Denise die rijdt zo hard door. En ik denk, ja, daar kan ik ook niet achter gaan zitten, want die viel vorige keer op Hilversum ook al niet mee. En ik druk hem hier zo om en hij loopt fantastisch door. Het is een bijzonder paard. Hij is bijzonder geworden, ja zeker. Ga maar gauw, Dennis. Ja, karakter, dat is het juiste woord. Dennis Minema die zit, dames en heren, geef een applaus. Want hier is overwinning nummer 4 uit 4 voor zijn nieuwe eigenaar. Dinant Confital.